Welkom bij een rondetafelgesprek van Bartimeus vandaag. We hebben diverse uiteenlopende gasten de aankomende uur. Van Bartimeus, Bartimeusfonds. Dan gaan we doorpraten over vroegdiagnostiek. Nou, wat is nou vroegdiagnostiek? Dat is eigenlijk de nieuwe, unieke dienstverlening die Bartimeus tegenwoordig heeft. Deze dienstverlening vindt plaats in de specialistische polykliniek in Zeist. Genaamd diagnostiek visuele aandoeningen. Nou, wat is nou daadwerkelijk dan vroegdiagnostiek? Dat is eigenlijk dat je baby's en peuters een diagnose stelt of ze een complexe of zeldzame aandoening hebben. Dus dat is het thema voor vandaag. We gaan aan de slag. Nou, welkom, Maaike, Jan, Iemke. Ja, fijn dat jullie zijn. Zeker. Ja. Net al even aangekondigd, we gaan het hebben over vroegdiagnostiek. Naar ik begrepen heb, is het zo dat er binnen één dag een diagnose gesteld wordt. Waarom is het zo belangrijk dat er een diagnose gesteld wordt op een hele jonge leeftijd bij kinderen? Bij ons komen kinderen van 0 tot 18 jaar. Maar vooral de hele kleintjes. En wij denken dat het vooral bij de baby's. Ouders komen met een heel klein kind, zijn onzeker. Wat ziet mijn kind? Wat gaat mijn kind zien? Gaat hij blind worden? Dus wij denken dat het heel goed is dat ouders zo snel mogelijk uit die onzekerheid komen. Zodat er een plan gemaakt kan worden. Hoe gaan we begeleiden? Hoe ziet de toekomst voor mijn kind eruit? Dus ik denk dat vooral die onzekerheid, dat het goed is dat die niet eindeloos duurt. Dus vandaar dat wij zo graag de kinderen jong al zien. Ja. Mooi, je hebt het over jonge kinderen. Wat is dan de exacte leeftijd ongeveer? Wij zien vooral kinderen van 0 tot 4 jaar. En in het nieuwe centrum zien we vooral baby's en peuters tot een jaar of 2. De groep van kinderen van 0 tot 4 jaar, die is heel divers. De baby's komen meestal bij ons omdat ze een trilling van de ogen hebben, nystagmus. Daardoor kijken ze niet goed, fixeren ze niet goed. Ze worden vaak verwezen door het consultatiebureau. Die stuurt ze dan naar een oogarts in de buurt en die verwijst weer naar ons. De peuters worden ook vaak via het consultatiebureau verwezen. En de kleuters is heel verschillend. Die komen soms via de kinderarts, via de revalidatiearts. Soms gewoon via ouders dat ze zelf zich zorgen maken. Het zijn vooral kinderen die anders kijken dan broertjes, zusjes of familieleden. Dus dat is de groep die we veel zien. En daarnaast natuurlijk nog de schoolgaande kinderen en de pubers. Ja. Een grote groep? Heel groot, ja. 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 En is het zo wat je vertelt over de verwijzing, hè? Dus dat het voor consultatiebureaus, oogarts, voor ouders zelf. Ja. Hoe is die samenwerking daarmee dan? Want uiteindelijk moeten ze bij Bartimeus terechtkomen, als ik het zo goed hoor. Medisch specialisten mogen alleen naar ons verwijzen. Dus huisartsen niet zelf. Die moeten eerst naar een oogarts verwijzen. En dan komen ze via de oogarts bij ons terecht. Dus alle kinderen komen vaak via medisch specialisten. Meestal via de oogarts. Maar ook via neurologen, oncologen, revalidatieartsen. We hebben met verschillende universitaire klinieken hebben we ook samenwerkingsverband. Met Amsterdam en met Utrecht. Dus die sturen alle kleine kinderen eigenlijk meestal vrij vlot door naar ons, omdat wij gespecialiseerd zijn in die ingewikkelde oogheelkundige diagnoses. Ja. Ik kan me voorstellen voor een ouder dat het fijn is als ze uiteindelijk bij jullie zijn. Dus dat het traject niet te lang moet duren voordat ze bij jullie terechtkomen. Ja, we zien best vaak dat kinderen al een heel neurologisch traject hebben gehad. Met vooral die kinderen met nystagmus, met die trilling van de ogen. Ze hebben dan al een MRI gehad, al heel veel bloedonderzoek. Terwijl een nystagmus is meestal, heeft dat een echte oogheelkundige oorzaak. Dus we denken dat het verwijzen nog steeds sneller en beter kan. Om ze zo heel veel ingewikkelde onderzoeken te besparen. Maar ja, ze komen inderdaad van heel divers. Ja. Ja, ik vind het opvallend dat je de onzekerheid noemt die ook. Hè? Dus grote onzekerheid die je er ook wegneemt. Ja. Ja. Dus misschien kan je daar ook iets over zeggen. Want dat vind ik wel heel mooi dat je dat bereikt. Vaak hebben ouders meer kinderen of hebben ze nog een kinderwens. En raken ze dan zijn ze niet alleen onzeker over over het kind wat bij ons komt, maar ook nog over de broertjes en zusjes of andere familieleden.
Ja, ik denk zeker dat die onzekerheid... En we kunnen natuurlijk niet altijd precies zeggen... als we een babytje voor ons zien van... nou, dit kindje gaat later 50% of 60% zich. Daar heb je toch ook de tijd voor nodig. Dus de psychologen praten daar ook veel over met ouders en met de kinderen. Hè, om te kijken van hoe ga ik met deze diagnose om... en met mijn beperking. Maar ja, de onzekerheid is wel een van de meeste... hetgene wat de ouders het meest als vervelend ervaren. Ja. En ouders zijn ook onbekend, denk ik nog, met oogaandoeningen. Meestal wel, ja. Soms zien we kinderen die al een hele familie hebben... waar een bepaalde oogkundige aandoening steeds terugkomt. Maar de meeste ouders hebben helemaal nog nooit... vinden ze het ook spannend om bij ons te komen, want... Dan zijn ze al in een academisch ziekenhuis. En dan gaan we nog weer verder doorverwijzen naar Bartimeus. Maar omdat wij, denk ik, veel tijd hebben en een team wat heel veel met kinderen werkt, is het, kunnen we vaak wel rust bieden en spanning een beetje wegnemen. Ja. Ja. Mooi dat je dat vertelt over ouders. We gaan kijken naar een film van Elsemiek van Berkel. Zij is ouder van Lars. Hij is 5 jaar oud. En toen hij 6 weken oud was, zijn ze bij het diagnostisch centrum geweest, bij Bartimeus. Bij 5 weken oud zagen we ineens dat zijn ogen heel druk werden. Dus die gingen ineens heel erg op en neer. Maar toen hebben we het consultatiebureau gebeld en zijn we heen gegaan. Die zei eigenlijk binnen 1 seconde van, dit is niet goed en dit ken ik ook niet helemaal. Ben ik naar de huisarts gegaan 's middags. Die zei toen eigenlijk van, ik denk dat ik echt slecht nieuws voor je is, want ik denk dat hij blind is. Wij zijn eigenlijk heel snel van... huisarts naar ziekenhuis bij Bartimeus terechtgekomen. En dat ging echt in 3 dagen. Dat ik opbelde naar Bartimeus en dat ze zeiden van... kom meteen morgen. Ja, dat is wat je als moeder op dat moment wil horen. De snelheid waarmee wij hier welkom waren, dat was heel erg fijn. Wij vonden het heel bijzonder wat je met een babytje van 6 weken... wat Bartimeus al kon. Want ze hebben toen verschillende onderzoeken gedaan. Ik kan er 1 herinneren waar hij ook zendertjes op zijn hoofdje kreeg. En volgens mij was dat degene dat ze gingen meten van, is er actie in zijn oogzenuw? En daar kwam toen voor ons heel positief bericht. Ze zeiden van, we weten nog niet hoeveel die ziet, maar we weten wel dat er iets is. Het werd heel erg vanuit het positieve benaderd. En dat deed ons heel erg goed, omdat... Ja, als je het niet weet, dan denk je 5%, dan ziet hij niks, dan heeft hij een zwarte wereld. Hoe er positief perspectief was geboden, dat maakte ons heel rustig. Bartimeus heeft er ook voor gezorgd dat hij een genetisch onderzoek zou krijgen. En daar kwam dus uiteindelijk uit wat Lars heeft. Dus Lars heeft een genetische afwijking, een PAX6 gen, wat niet helemaal goed is. Waardoor zijn gele vlek... Wat ik ondertussen allemaal geleerd heb aan de achterkant van je oog, die is minder diep, waardoor het gewoon allemaal minder goed door wordt gegeven aan zijn hersenen. Mike, ik heb jou begrepen dat je GZ-psycholoog, EMDR-practitioner en cognitief gedragstherapeut bent. Ja, klopt. Ik kan me ook voorstellen dat ouders in een jonge fase van zo'n kind, en die komen daar, dat er wat emoties bij komen kijken misschien. Ja. Kun je er iets over vertellen, hoe jullie ouders daarbij ondersteunen? Ja, als ze bij zo'n onderzoeksochtend bijvoorbeeld zijn geweest, waarbij ze dan ook de diagnose krijgen, dan zit er daar ook nog een vervolggesprek met de psycholoog. En daarin kijken we heel erg naar, hoe is de ochtend ook verlopen? Ouders zijn ook met vragen naar Bartimeus gekomen, zijn die beantwoord? Wat betekent het dan voor hen? Daar komen dan vaak ook wel de emoties los, want de onzekerheid is misschien wel weggenomen, maar er is ook weer nieuwe onzekerheid gekomen over, maar wat betekent dit dan voor de toekomst van mijn kind? Wat moet ik gaan doen? Hoe kan ik als ouder mijn kind gaan stimuleren? Daar kijk je al een beetje met ouders naar in zo'n gesprek. En dan probeer je ook echt bij ouders ook uit te vragen van, waar hebben zij behoefte aan? Zodat je op basis daarvan ook kan kijken van, als ze dan een vervolgtraject willen bij Bartimeus. Want we kunnen van alles aanbieden in het traject erachteraan. Maar dat moet wel aansluiten bij wat zij nodig hebben en wat zij willen. En dan ga je samen met de ouders in dat gesprek kijken van, oké, wat is nou de meest volgende of de meest passende vervolgstap eigenlijk die je dan kan nemen? Waar moet ik dan aan denken? Wat voor vervolgstap? Ja, een vervolgstap is eigenlijk wat we na zo'n vervolggesprek op die ochtend zelf, ga je daarna door naar het kind- en jeugdteam van Bartimeus. En die bestaat uit een GZ-psycholoog of een orthopedagoog generalist, een maatschappelijk werker en een ambulant begeleider. Dus we zijn multidisciplinair. En we sluiten dan heel erg aan bij ouders. We gaan ook bij ze thuis kijken. De begeleiding vindt ook thuis plaats bij die hele kleintjes. En
En we doen dat vanuit levensloop. Dat is de visie die we hebben. En dat betekent eigenlijk dat je aansluit bij de vragen die ze hebben, maar ze ook gaat informeren over wat betekent dat nou eigenlijk? Wat is de invloed van die visuele beperking op de hele ontwikkeling van dat kind? En samen ook met ouders volgen van alle fases die er zijn en hoe ontwikkelt je kind zich? Daarnaast ook gewoon kijken van wat kan je dan aanbieden daarbij? Kijken daarbij ook naar bijvoorbeeld de voorwaarden. Hoe kan je kinderen stimuleren bij het kijken? Zijn er misschien compensatiemogelijkheden? Hoe kan je andere zintuigen inzetten? Dus je gaat echt heel specifiek met de ouder meenemen in wat kan je zien? Hoe kan je dat stimuleren? En daarbij kijken we niet alleen naar het visuele stukje, maar dan kijken we ook echt naar de hele ontwikkeling van het kind. Ja. Dus dat is, want dat kan je niet loszien van elkaar. Nee. En soms zijn er ook andere disciplines bij nodig. Je kan een fysiotherapeut of een ergotherapeut nodig hebben of een logopediste. En dan ook onze expertise, die delen we dan ook met de desbetreffende discipline. Zodat ook die aansluit in het geheel bij de vragen van ouders en de behoeften van ouders. Ja, dat is heel mooi om te horen, als we mee reageren. Van, als Bartiméus zeggen dat we er willen zijn voor alle mensen die blind of slechtziend zijn. Ja. Als je dit hoort, is dat een enorm mooi voorbeeld daarvan. Niet alleen het stellen van de diagnose, maar ook het mee oplopen, de onzekerheid wegnemen. En je bent heel dichtbij het kind, dichtbij de baby, dichtbij het gezin. Ja, dat is een enorm plus die er gemaakt wordt. Ja. Daar zijn we als Raad van Bestuur en als Bartiméus ook trots op dat we dat kunnen doen. Ja, mooi om dat echt samen te doen. Je heeft wel veel meer behoefte aan begeleiding. Ja. Je ziet kinderen die naar het gewone onderwijs gaan, lekker sporten, die heel weinig nodig hebben. En andere ouders of kinderen hebben weer veel meer sturing of begeleiding nodig. Ja, dat vind ik ook heel krachtig. Je luistert heel erg naar wat nodig is. Het hoeft dus je komt niet met je programma, maar je luistert wat nodig is en je loopt echt mee op. Ja. Dat is heel krachtig, denk ik. Ja, dat is heel krachtig inderdaad. Ja. En is dat ook wat Bartiméus wil zijn? Eigenlijk? Ja, dat willen we ook zijn. Hè. Dus niet alleen voor alle mensen, zoals we het zeiden, hè, maar ook luisteren naar wat nodig is. Dus niet opleggend, maar mee oplopen. Ja. En dat is de behoefte, denk ik ook. Nou, hartelijk dank voor het aangename gesprek. Dan sluiten we dit thema af en gaan we door naar kindgericht. Welkom. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja, dank je. We gaan het hebben over kindgericht. Ik heb begrepen dat jij een van de gezichten bent van het Diagnostisch Centrum in Zeist. En dat jij heel veel kan vertellen over kindgerichtheid. We hebben het vandaag over vroegdiagnostiek. Dus we zijn heel benieuwd, van, wat stelden we een dag meelopen? Wat merken we dan? Wat is dan kindgericht eigenlijk gedurende zo'n dag bij vroegdiagnostiek? Zo'n dag begint natuurlijk eigenlijk met een goede voorbereiding. We hebben van tevoren contact met de ouders. Er wordt een soort korte intake, vindt er vaak plaats. En we sturen ouders informatie. Want als ouders een beetje relaxed zijn en weten wat er gaat gebeuren, en kinderen weten wat er gaat gebeuren, dan is het een stuk ontspannender op de dag. Zo hebben we bijvoorbeeld een filmpje gemaakt van als je ons diagnostisch centrum binnenloopt, hoe ziet het er dan uit? En van de week had ik nog een kindje die zei van, dat herken ik van het filmpje, mama. Dan hebben ze dus van tevoren al gekeken thuis? Hebben ze van tevoren op internet kunnen ze dat filmpje bekijken, ja. Daarnaast sturen we informatie op wat verder de bedoeling is. We doen veelal elektrofysiologisch onderzoek bij kinderen. Nou, dat klinkt ingewikkeld en dat kan er soms ook heel ingewikkeld en spannend uitzien. Kun je vertellen wat dat precies inhoudt? Elektrofysiologisch onderzoek is onderzoek naar de werking van de oogzenuw of naar de werking van het netvlies. En dat doen we met elektrodes bij het oog en op het hoofd. Dat klinkt heel ingewikkeld en dat ziet er soms ook wel een beetje spannend uit voor de kinderen. Dus we hebben folders gemaakt met plaatjes. Ik heb er eentje meegenomen. Oh, mooi dat je het meegenomen hebt. Ja, dit is een stukje uit de folder waarin je precies ziet met foto's hoe het eruit ziet. En daarnaast sturen we in overleg met ouders een pakketje mee. Een soort voorspeelpakketje. Net zoals een dokterskoffertje hebben we de draadjes eigenlijk nagemaakt van stukjes waslijn met splitpennen
En dit ziet er eigenlijk precies hetzelfde uit als de elektrodes die we gebruiken. Dus kinderen kunnen dan van tevoren hiermee spelen op hun pop of hun beer of op hun vader. En dan is het eigenlijk helemaal niet spannend meer als ze komen. Dan hebben ze het erover van, oh, ik had een roze en jij hebt een witte. En de draadjes zijn niet spannend meer. Voelt het dan als spelen misschien voor die kinderen als ze helemaal binnen zijn dat het spelen is? Ja, het is herkenbaar. Ja. Wat een mooie benadering. Ja. Ja. En waarom is dat zo belangrijk, de kindgerichtheid? Wij merken dat als we ons richten op kinderen, en dat gebeurt eigenlijk al heel snel. Hè. Ik had het net over informatie die we naar huis sturen. Maar als we bijvoorbeeld ons onderzoekdag begint en ik een kind oproep of binnenhaal in de wachtkamer, dan ga ik eerst door mijn knieën. Ik roep niet van Pietje of Jantje mag binnenkomen, maar ik heb van, ik ben op zoek naar Ruben. Heb ik die gevonden? Nou, dan loop ik richting Ruben. Dan een beetje op een afstand, niet te dichtbij. Eerst op een afstand om even te kijken van, hey, hoe zit Ruben daarin? Is die heel bang of niet? Dan ga ik vaak door mijn knieën. En probeer ik een gesprekje en zeg maar een lijntje te leggen met het kind. Ik kijk waar hij mee bezig is, of ik aan kan sluiten bij wat hij aan het spelen is op dat moment, of iets, kleding die hij aan heeft. En zo probeer ik in de wachtkamer al zeg maar een lijntje met het kind te krijgen. Daarna neem je de kinderen mee naar de spreekkamer. En dan begin ik eigenlijk ook, een beetje afhankelijk van de leeftijd van het kind, richt ik me tot het kind. Dat is wel anders dan we het vroeger deden en dan ik het gewend was. Want hoe was dat vroeger dan? Nou, dan richtte je meer tot de ouders. Oh, ja. En weet je, sommige kinderen zijn echt heel jong, dus dan is dat gesprekje echt superkort. Maar soms kun je echt wel wat langer gesprekje hebben met kinderen. En ik merk heel erg dat ouders ook ontspant. Dat ouders iets hebben van, oké, want als het kind relaxed is en ouders relaxed zijn, dan gaat dat onderzoek gewoon veel makkelijker. Wat mooi. Ja. Ja. En hoe wordt dat door ouders dan ervaren? Krijg je ook wel eens feedback van ouders erop? Ja, we krijgen wel feedback van ouders. Van de week had ik nog ouders die al elders waren geweest en spannende tijd hadden gehad. En ja, die zeggen dan nadat ze een tijdje bij ons zijn van, het gaat hier wel heel anders als we gewend zijn. Veel relaxter. Meer aansluiten bij het kind. We nemen heel veel tijd voor de kinderen. En als je tijd en rust uitstraalt en vertrouwen, dan komt dat ook over op ouders en kinderen. Las is nu, die is 5 jaar en die zit nu in groep 2. En die krijgt nog steeds hulp van Bartimeus op een hele positieve manier. 1 keer in het kwartaal komt er iemand van Bartimeus langs. En die observeert dan Las. En die kijkt naar hoe hij functioneert, hoe hij reageert. Na zo'n dagdeel wordt er ook met de leraar en met zo'n intern begeleider van zijn school wordt er gesproken. Ik ben er ook altijd bij. En dan worden er eigenlijk tips gegeven van als je denkt hieraan, doe bijvoorbeeld een fel hesje aan, zodat Las op het schoolplein makkelijk weet waar jij bent. Dat zijn allemaal manieren om het eigenlijk voor Las zo goed mogelijk te maken. Ik denk dat dat wel heel typerend is. Las zegt ook, we gaan naar Bartimeus. Die weet ook wat het is. Op een spelende manier worden die testjes gedaan, waardoor Las het en erbij blijft, maar het ook heel leuk vindt. Dus het is met Las nooit een probleem geweest om hierheen te gaan. Else Miek aangeeft dat hoeveel waarde het diagnostisch centrum heeft gehad. En ook de kindgerichtheid, waar we het net over gehad hebben. Ik heb wel begrepen dat sinds de kennismaking die zij heeft gehad, inmiddels alweer veel is veranderd. Kun je daar iets over vertellen? Ja, wij hebben een aantal jaren geleden meegedaan binnen Bartimeus aan een prijsvraag, het beste idee van Bartimeus. En die hebben we toen gewonnen. Toen hebben we samen met een collega van mij, Helene Veen, hebben we toen kinderparticipatie opgezet binnen Bartimeus. En toen hebben we aan de kinderen gevraagd van, wat doen we goed en wat doen we niet goed? Wat krachtig, wat mooi. Wat kan beter, ja. En dat was echt heel verrassend. Terwijl we het gevoel hadden dat we het best wel heel aardig deden, is het een hele leuke vraag, maar ook een spannende vraag om te stellen aan kinderen. Want ze komen met dingen waar je zelf helemaal niet aan gedacht had. Nee. Kun je daar een voorbeeld van noemen? We hebben bijvoorbeeld onze ruimtes aangepast.
Kleuren hebben we aangebracht. Maar een van de dingen die kinderen zeiden van... als we een oogdruppel krijgen, moeten we naar boven kijken... en is er helemaal niks te zien. Mm. Dus we hebben hele mooie plafondplaten beschilderd... zodat er ook echt iets te zien is voor de kinderen. Nou, we zijn het fonds heel dankbaar dat zij dat toen gedaan hebben. Want sindsdien is de trein echt wel een beetje gaan rollen. Zij hebben geïnvesteerd daarin, bedoel je? Zij hebben daarin geïnvesteerd, hè, dat we daar uren en tijd voor vrij konden maken. En ja, en als je eenmaal op die manier werkt, zo hè, kindgericht werkt... en merk ik dat dat een beetje onder je huid gaat zitten. Want nu, als we nu iets ontwikkelen of als we een idee hebben... dan gaan we altijd terug naar de kinderen. Wat vinden jullie daarvan? Hmm. Zo is de folder echt veranderd. Omdat kinderen mee hebben gekeken. Zijn er andere platen op het plafond gekomen. En zo, nou, zo passen we het echt aan wat de kinderen wat aangeven. Mooi. Ja. Je straalt ook helemaal als je het over vertelt. Dus ja. Hoe ervaar je dat dan? Om echt met die kinderen zo de kinderparticipatie te doen? Ja. Nou ja, als ik denk wat de reden is waarom ik 's morgens opsta en naar mijn werk ga... zijn het die kinderen. Het zijn vaak kwetsbare kinderen, omdat ze toch een visuele beperking hebben... of we hebben vermoeden van de visuele beperking. Hè. Iemtje vertelde het al, ze hebben vaak al een lange weg gehad... bij reguliere oogarts, academisch ziekenhuis, soms al andere onderzoeken. Ze hebben een eind gereden. Ze komen in een apart centrum, dus er is veel spanning... Nou, dat is de reden waarom ik opsta, 's morgens uit mijn bed. Waarom ik onderzoeken doe. Ik wil graag die kinderen goed begeleiden. Zodat we goede diagnose kunnen krijgen. En waarom is die diagnose belangrijk? Dan weten we wat er aan de hand is. En dan kunnen we kinderen, nou, bijvoorbeeld door Maaike, wat Maaike vertelde net, een goede begeleiding geven. Wat mooi. Ik heb ook begrepen dat het zelfs beloond is met een kwaliteitskeurmerk. Ja, klopt. Daar zijn we ook eigenlijk best wel een beetje trots op. Dat mag je ook zijn, denk ik. Er bestaan kwaliteitskeurmerken voor kindgerichte benadering binnen ziekenhuizen. Er was al een smiley bijvoorbeeld voor verpleegafdelingen of eerste hulp. Maar er was nog geen smiley voor polyklinieken. Hm. En ook daarin heeft het Bartimeus Fonds... De naam valt vaak vandaag. Ja, nou, ik ben super blij met het Bartimeus Fonds. Omdat we daardoor zoveel mooie projecten kunnen doen. En we echt... Ja, echt verschil kunnen maken voor de kinderen. Hm. Ja. En we hebben dus meegewerkt aan totstandkoming van de smiley voor eerste lijn en polykliniekzorg. En we waren ook de eerste die hem kregen. Dus daar waren we eigenlijk wel heel trots op. Ja. En de kinderen ook, denk ik. Ik weet niet of ze dat zo merken. We pronken er niet zo mee. Nee. Maar het is wel terug te vinden, bijvoorbeeld op Zorgkaart Nederland, dat wij zo'n smiley hebben en dat we dus op een bepaalde manier werken. Hm. Nou, mooi. Ja, we hebben het vandaag nu natuurlijk over vroegdiagnostiek. We hebben het vanochtend ook over gehad van wat er allemaal gebeurt. En dat het echt een team effort is en dat het kindgericht is. Maar hoe zorg je ervoor dat er zoveel moet gebeuren eigenlijk? En dat je dat eigenlijk op één dag organiseert? Ja. Allereerst is de voorbereiding gewoon heel belangrijk. We kijken goed van, ja, zeg maar, naar de details van het kind wat ingestuurd wordt. Dus we proberen van tevoren een goede inschatting te maken wat voor onderzoeken we moeten doen. We reserveren daar dus echt wel heel veel tijd voor. Soms gaat dat om anderhalf dagdeel dat kinderen bij ons zijn. Omdat we dus proberen zoveel mogelijk alles op één dag te doen. Daarnaast is het zo dat we hebben personeel wat echt heel erg goed geschoold is op het doen van al die verschillende onderzoeken. En ook op werken met kinderen en hele jonge kinderen. Ik merk dat we heel erg flexibel zijn. Want we hebben ook steeds terugkoppeling van als ik de eerste onderzoek heb gedaan, dan ga ik naar Iemtje en zeg van kijk, ik heb dit of dat gevonden. Volgens mij kunnen we best dit of dat. En dan kijkt Iemtje mee en Iemtje zegt nou inderdaad, volgens mij moeten we zus of zo. We zijn heel flexibel, kunnen heel flexibel schakelen om te doen wat nodig is op dat moment voor de diagnostiek. Ik denk dat apparatuur ook belangrijk is gedurende zo'n dag, zodat je er zo effectief mogelijk kan werken. Kun je daar iets over vertellen, over de apparatuur die er dan ook is? Ja, we hebben verschillende apparaten en die specifiek ook gericht zijn op hele kleine kinderen. Heel veel
oogheelkundige apparatuur moet je met je kin op je bak, op een bakje en de voorhoofd tegen de steun. Dat gaat niet zo makkelijk bij baby's of bij een kind wat 2 is. Dus we hebben handheld apparatuur de laatste jaren in mogen investeren. Waarbij het kind gewoon heel relaxed op schoot bij de ouders kan zitten of soms lekker in de kinderwagen kan blijven liggen. En we dan die apparatuur kunnen gebruiken. Ja. Ja. Nou, mooi dat die apparatuur er is. Er is een filmpje gemaakt van een collega van je, klinisch fysicus bij Bartimeus Frank Hoebe. En we gaan nu even naar dat filmpje kijken. We zijn voor de baby's en de kleine kinderen die we willen onderzoeken, zijn we op zoek gegaan naar apparatuur die geschikt is voor deze doelgroep. De meeste apparatuur om onderzoeken te doen in de oogheelkunde is eigenlijk ontworpen voor volwassenen. Dus daar hebben we speciale apparatuur voor nodig, waarbij we die groep juist kunnen onderzoeken. We spreken dan over handheld apparatuur. We kunnen het gewoon in de hand houden en naar het kind toebrengen. De meeste van die apparaten zien er eigenlijk uit als een soort van föhn. Je houdt hem makkelijk in de hand en voor het gezicht van het kind. We zijn erg afhankelijk van de coöperatie van zo'n kind. En het enige wat je daarvoor kunt doen is de meting zo kindvriendelijk mogelijk maken eigenlijk. Zo min mogelijk belastend. Dat ze het zo min mogelijk vervelend vinden en misschien zelfs nog wel leuk om zo'n onderzoek te doen. En daar zetten we zwaar op in om te kijken of het inderdaad ook leuk zou kunnen worden. We merken toch vaak wel dat kinderen het duidelijk minder vervelend vinden. En dat is heel mooi, want hoe meer coöperatie, hoe beter de gegevens en hoe beter we ook tot een diagnose kunnen komen. Het is tamelijk uniek voor Nederland dat we als Bartimeus die apparatuur tot onze beschikking hebben. Die combinatie van al die apparaten bij elkaar maakt dat we hier hele unieke mogelijkheden hebben. We gaan doorpraten over wetenschappelijk onderzoek. Op het gebied van leven, wonen, werken en leren is er veel specialistische kennis binnen Bartimeus in huis. Kennis is er natuurlijk, maar die moet continu ontwikkeld blijven worden. Wetenschappelijk onderzoek is daar een hele belangrijke component in. Kun je wat meer vertellen over waarom wetenschappelijk onderzoek zo belangrijk is? Ja, zeker. Dat doe ik ook graag. Bartimeus vindt wetenschappelijk onderzoek belangrijk, omdat het ertoe bijdraagt dat de dienstverlening beter kan worden. En het mooie van het wetenschappelijk onderzoek zoals wij het doen is dat we het steeds in verbinding houden en brengen met de praktijk. Luisteren naar de praktijk, naar de wetenschap, vanuit de wetenschap weer terug. Dus we doen niet wetenschap om de wetenschap. Maar juist altijd gericht op onze kinderen, op onze ouderen, op onze leerlingen. En dat is denk ik heel krachtig hoe wij het invullen. En daarmee zijn we ook heel blij dat we een aantal hoogleraren hebben. Mies van Genderen in Utrecht, die juist ook vanuit haar werk bij Bartimeus in de praktijk en haar werk in de academie als bijzonder hoogleraar daar echt vorm aan kan geven. Dus wat heel belangrijk is, toegepaste wetenschap. En daar gaan we voor als Bartimeus. Mooi. Nu is er een film ook opgenomen van Mies van Genderen. Wat Jan al zegt, Mies van Genderen is bijzonder hoogleraar op het vakgebied diagnostiek van het slechtziende kind. En tevens leidinggevende bij het Diagnostisch Centrum voor Visuele Aandoeningen bij Bartimeus. Ze vertelt in een filmpje wat meer over wetenschap. We gaan er even naar kijken. Wetenschappelijk onderzoek is heel belangrijk voor Bartimeus, omdat dat nodig is om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Wij passen de laatste wetenschappelijke inzichten toe in onze diagnostiek en in onze revalidatie. Wij hebben een zogenaamde NFU-erkenning. NFU staat voor Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. En die hebben ons erkend als expertisecentrum voor een aantal zeldzame oogheelkundige aandoeningen. En als je erkend bent, betekent dat dat je enerzijds heel goed patiëntenzorg doet en anderzijds heel goed wetenschappelijk onderzoek en dat je die met elkaar verbindt in het werk dat je doet. De wetenschappers hebben ook heel veel aan Bartimeus. Vanuit Bartimeus wordt de wetenschap aan alle kanten ondersteund door mensen die je helpen met aanvragen, die je helpen met rapportages. En natuurlijk het Bartimeus Fonds dat heel veel projecten mogelijk maakt door ze te financieren. En verder zien wij hier hoofdzakelijk kinderen. En dat is in een algemeen ziekenhuis niet zo. Daar heb je natuurlijk kinderen en volwassenen. En omdat wij hoofdzakelijk kinderen zien, loont het ook, hè, de investering om de apparatuur speciaal te ontwikkelen voor kinderen. En nou ja, alle diagnostische technieken daarop aan te passen. De meerwaarde van de wetenschappelijke kennis voor de kinderen die wij hier zien, is dat we veel beter
Nou ja, uitleg kunnen geven, vertellen wat er aan de hand is en ook daarbij kunnen vertellen wat de toekomstverwachting is. Een diagnose goed kunnen doen bij hele jonge kinderen is heel belangrijk. Ouders hebben onmiddellijk de vraag van, ja, en wat gaat hij dan zien? En kan hij later lezen of kan hij later auto rijden? Wat zijn de vooruitzichten? Ze hebben ook vragen over de erfelijkheid. Kan een broertje of zusje het krijgen? Hoeveel zorgen moeten we ons daarover maken? En wat steeds meer gaat gebeuren, wat nu volop in het nieuws is ook, er zijn behandelingen in ontwikkeling. En behandeling voor netvliesaandoeningen, waar je vroeger niks aan kon doen, dat is natuurlijk fantastisch, maar dan moet je wel eerst die bepaalde aandoening heel goed kunnen vaststellen en heel goed in kaart kunnen brengen en weten hoe het normale beloop is. En het andere grote belang zit weer in het goed doen van diagnostiek met zo min mogelijk belasting. Dus je wilt een diagnose stellen, maar je wilt zo min mogelijk overbodig onderzoek doen of onderzoek dat vervelend is voor een kind. En daar zijn die nieuw ontwikkelde meetmethodes weer zo belangrijk voor. We zagen net in de film dat Mies van Genderen vertelt over de NFU-erkenning. Het gaat dan om de erkenning als expertisecentra. En daar zijn we heel blij mee, daar zijn we ook trots op. En we hebben dus 4 aandoeningen waar we erkend zijn als expertisecentra. En 1 daarvan is de CVI. CVI, ik heb begrepen dat jij daar veel over kan vertellen. Ja, ik ben lid ook van het expertisecentrum van CVI binnen Bartimeus. CVI staat voor Cerebral Visible Impairment. En daarbij hebben kinderen problemen met zien. Maar de oorzaak zit niet in het oog, maar zit in het brein. En ja, dat is een hele specifieke vorm van slechtziendheid. Hij komt heel veel voor. Ik denk toch wel 1/4 van de kinderen die wij die een visuele beperking hebben in Nederland, hebben dat op basis van CVI. Wat merk je dan aan die kinderen? Kun je daar iets over zeggen? Slechtziendheid, als het probleem in het oog zit, dan hebben kinderen problemen met details zien of hun gezichtsveld is niet goed. Kinderen met CVI hebben problemen dat de verwerking van het zien niet goed is. En dat klinkt een beetje ingewikkeld. Want ja, wij denken dat de wereld is zoals die is en dat we hem zien zoals die is. Maar eigenlijk, je oog heeft, ja, het maakt maar een beeld wat 2 dimensies heeft. Terwijl we leven in een wereld met 3 dimensies. Dus dat driedimensionale gebeurt in je brein. En hersenen zijn ook heel snel in, ze zijn ook heel vaak dingen aan het invullen, aan het interpreteren, aan het, wat denk ik dat er is. Bij kinderen met CVI is er een beschadiging in het brein, of is er een brein wat niet goed is aangelegd. En die verwerking van de beelden die je ziet, dat is een probleem. Dus het heeft niet zozeer iets met de ogen te maken, maar meer met de aansturing vanuit de hersenen? Ja, klopt. Ja. Okay. Ja. En is daar dan ook veel onderzoek naar gedaan, wetenschappelijk onderzoek? Ja, het is nog een vrij jong onderzoeksgebied. Je hebt een klacht van het zien en dan ga je naar een oogarts en dan ziet hij niks in het oog. We zijn er bij Bartimeus heel erg druk mee bezig geweest om te kijken van bij welke kinderen komt het voor? Hoe ziet het eruit? Hoe kan ik het ontdekken? Maar ook wat kan ik eraan doen? En hoe leg ik uit wat het is? Want het klinkt heel wazig, CVI. Dus we hebben heel veel mooie praktische materialen ontwikkeld. Ook om uit te leggen. We hebben heel veel ook ontwikkeld van hoe ontdek je nou dat het er is? En wat doe je nou als oogarts of orthoptist om te kijken of een kind last heeft van CVI? En ik moet zeggen, ja, daar ben ik al een tijdje bij betrokken. En ik dacht zoiets van, dat doen we zo en zo zal iedereen dat wel doen. Maar de laatste jaren, als ik op congressen kom, merk ik dat we binnen Bartimeus daar enorm in voorop lopen. En dat mensen hongerig zijn. Ze staat soms de watertanden bij onderzoek wat wij gedaan hebben op materialen die we hebben ontwikkeld. Dat is echt heel gaaf om te zien eigenlijk. Ja, daar mag je trots op zijn. Ja, denk ik ook een stuk erkenning, ook in Nederland, voor het werk wat er gedaan is. Ja, ja, ja. Mooi is dat. Ja. Ja. En ik heb me wel eens afgevraagd, hoe komt dat? Hè? Dat we in Nederland daar zo ver mee zijn, bij Bartimeus. En ik denk dat het komt omdat wij als Bartimeus hebben echt een unieke samenstelling van multidisciplinair werken. Wij hebben
wonen, we hebben onderwijs, we hebben de medische tak. En in de medische tak, we hebben de oogartsen, maar we hebben ook de psychologen. En dat allemaal in één setting. En dat, volgens mij, is dat echt de meerwaarde van Bartimeus. Ja. Waarin we dus een stap verder kunnen gaan dan in een gewoon ziekenhuis. Mooi. Het is heel mooi dat je dat zegt. Ik zou nog aan willen vullen. En we hebben een stuk wetenschap en een stuk innovatie ook. Dus die twee er ook nog bij. Ja. Ik denk, dat hebben we alles in huis om het goede te zoeken voor onze doelgroep. Ja, ja, ja. En dat is echt van meerwaarde. Ja. En ik, ja, weet je, je hebt niet in de gaten als je daarin werkt, dat zo uniek is. Maar als je de grens overgaat, dan word je daarin bevestigd. Ja. Mooi. Nou, mooi ook wat je aangeeft, hè? Want uiteindelijk is het allemaal in huis. En is het ook mooi dat het natuurlijk ook naar buiten gaat. Dus als ik goed begrijp, sta je ook op congressen. Maar ben je daar dan aanwezig of sta je daar ook om te vertellen over CVI? Nou, allebei, ja. Ik ga graag informatie halen, maar op het gebied van CVI is dat nog wel eens lastiger. Heb je meer te brengen soms dan te halen. Ja. Ja, we voelen het ook als verantwoordelijkheid om niet alleen kennis te vergaren, maar ook te delen. En dit is een heel mooi voorbeeld waar we kennis delen. Op congressen, soms ook opleidingen van oogartsen, dat soort momenten. Ja. En dat is denk ik ook heel belangrijk dat we dat blijven doen. Ja. Mooi. En dat was dus wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan de praktijk. Binnen Bartimeus, maar zelfs ook daarbuiten. Mooi. Nou, dank jullie wel. Welkom Joeke. Fijn dat je aangesloten bent ook aan tafel. Dank je wel. Als directeur van het Bartimeus Fonds. De naam is al een paar keer gevallen. We hebben het vandaag over vroegdiagnostiek. En een paar keer is al de naam gevallen van Bartimeus Fonds. Heeft dit gefinancierd? Heeft dat gefinancierd? Dus daar zijn we natuurlijk wel heel benieuwd naar. Kun je kort vertellen wat eigenlijk Bartimeus Fonds is en doet? Ja, Bartimeus Fonds financiert projecten als deze binnen het diagnostisch centrum. Kan dat doen omdat we gesteund worden door donateurs. We krijgen geld van privé mensen, van bedrijven, van andere fondsen. Die graag het leven van mensen met een visuele beperking ook willen versterken. Oh, mooi, dat is krachtig. Er zitten Joeke aan tafel en bestuurder Jan. Bartimeus Fonds, Bartimeus. Nou, dat neigt dat het eigenlijk hetzelfde bij elkaar hoort, echt. Hè? Is dat dan zo? Hoe is die samenwerking tussen de beide organisaties? Nou, het samenwerken is heel goed. Omdat wij elkaar ook heel goed weten te vinden. Maar ook vanuit de inhoud, hè, van onze ambitie, die heel erg dicht bij elkaar ligt. Ik zou bijna zeggen, van, het zit naadloos, ligt dat tegen elkaar aan. Hè? En ik denk dat als je kijkt wat Joeke net zei, het mogelijk maken dat de projecten gefinancierd kunnen worden. Maar wat het fonds ook heel erg doet, is de plek innemen in de maatschappij. Hè? Dus zorgen als er onderwerpen zijn voor mensen die slechtziend of blind zijn, en het er echt voor hen om gaat, dat het fonds ook dan positie inneemt, stelling inneemt. Ik denk dat dat heel mooi is. En daarnaast Bartimeus, als expertiseorganisatie op zorg, op onderwijs, innovatie. Die twee bij elkaar, ja, dat maakt het heel erg krachtig om goede dingen te zoeken voor onze doelgroep. En dan zeggen we 100% leven, waar we elkaar ook heel erg in vinden. Ja, daar gaan we voor en daar gaan we samen voor. Ja, het mooie is denk ik dat we een aantal jaar geleden met elkaar vastgesteld dat onze missie ook een gezamenlijke missie is. En dus wij delen eigenlijk dezelfde missie. He, dus wij zijn er voor mensen met een visuele beperking, zodat zij volop kunnen meedoen in de samenleving. En dan hebben we op de hele doelgroep het over. He. Dus de 300.000 mensen die visuele beperking hebben. En niet alleen de cliënten van Bartimeus. Die doelgroep is uiteraard veel groter. Ja. En die worden dus door meerdere partijen samen eigenlijk vertegenwoordigd. Ja, en daarin zoeken we ook de verbinding met andere partijen. Dus ik noemde al de oogvereniging. Bartimeus en Visio werken natuurlijk ook heel veel samen. Wij doen ook projecten om partijen aan elkaar te koppelen. Andere partijen die in het oogveld nog actief zijn. En we zoeken vooral inderdaad die gemeenschappelijkheid, omdat we uiteindelijk gewoon, het gaat om die doelstelling, om die missie en niet om de organisatie. Nee. En dat het ook echt teamwork is om uiteindelijk samen die maatschappij te beïnvloeden. Precies. Ja, waar we ook vandaag een heel mooi voorbeeld over hebben gehoord. En vroegdiagnostiek, dat is echt mogelijk gemaakt door het Bartimeus Fonds, dat we die stap konden zetten in de eerste jaren. En daar zijn we ook heel erkentelijk voor als Bartimeus. En Joeke, waarom financiert Bartimeus Fonds zo'n mooi project als vroegdiagnostiek? Ja, waarom wij verliefd zijn geworden op dit project, is omdat
dit bij zo jonge kinderen is, die nog een heel leven voor de boeg hebben. Uiteindelijk, hoe eerder, hè, dat heeft Florine ook al aangegeven in dit gesprek, hoe eerder je natuurlijk kunt starten met een behandeling, hoe beter. En door deze hele methodiek, door aan nieuwe apparatuur, kun je nog eerder en nog beter vaststellen wat er aan de hand is, zodat je die behandeling eerder kunt starten. En uiteindelijk, ja, bij baby's, bij peuters, die nog een heel leven voor de boeg hebben, kan je niet vroeg genoeg zijn. En daar helpt dit project natuurlijk geweldig bij. En de kwaliteit van leven voor deze kinderen met een visuele beperking kan daardoor uiteindelijk aanmerkelijk verbeterd worden. Mooi, dankjewel. Ja, daar ben ik ook even benieuwd naar. Hè? Want uiteindelijk we hebben we nu gesproken wat het is en hoe dat het heel kindgericht is. Maar hoe is het tot stand gekomen? Kun jij daar iets over vertellen, Florien? Nou, we hebben een aantal apparaten. Wat ik vertelde, hè, dat je met de kind op het bakje, voorhoofd tegen de steun, nou, dat lukt niet. En ja, je hebt wel ouders met jonge kinderen die niet goed zien en waar heel veel vragen zijn. En hoe meer vragen en onzekerheid er is, dat is niet fijn. Dus we wilden zo graag eerder in het leven duidelijkheid, zekerheid kunnen geven wat er aan de hand is, maar ook betere begeleiding kunnen geven, zoals Maaike ook vertelde. Nou, dat was een grote wens van ons. En dan ga je kijken van, nou, op wat voor manier kunnen we dat realiseren? En ja, dan kom je bij dingen van, oké, opleiding van je personeel, andere apparatuur. En nou ja, dan zijn we echt super blij met het Bartimeesfonds. Ja, maar hoe gaat zoiets in zijn werk dan? Uiteindelijk bel je je kop en zeg, we hebben een idee? Of hoe gaat dat? Nou, dit was wel een bijzondere, want op een gegeven moment, er was een groot evenement waar we waarschijnlijk een hele hoop geld konden krijgen. En het fonds is dan, die komt daar dan mee van, als we meedoen met dit project, dan kunnen we misschien een hele hoop geld. Hebben jullie een mooi idee? En nou, dan draai je bij ons de raderen, want mooie ideeën, daar zijn we op geabonneerd. Dus toen hebben we met elkaar een heel mooi project geschreven, waar het Bartimeesfonds Fonds en wij echt super enthousiast over waren. Helaas hebben we toen niet dat geld gekregen voor het project, maar het fonds zei van, ja, maar dit is zo waardevol. Hier gaan we ons best voor doen. Maar we waren inmiddels zo verliefd geworden op het project, dat we zeiden van, ja, dit, we hebben nu aangezegd, we gaan gewoon verder werven. En we hebben bijeenkomsten georganiseerd met donoren, met fondsen, met mensen die geïnteresseerd waren geraakt. En op die manier konden we iets vertellen. En het was meteen ook een hele mooie gelegenheid om iets van dat mooie werk wat er binnen het Bartimeesch Diagnostisch Centrum gebeurt, om daar iets van te etaleren. Ja. En het mooie is dat je daar zelf uiteindelijk ook steeds enthousiaster wordt van wat je zelf aan het doen bent. Dus de hele ontwikkeling van deze afdeling, zou ik kunnen zeggen, ja, die is te danken aan donateurs. Ja, en dus eigenlijk heeft de samenleving het zelf mogelijk gemaakt. Ja, met een hele mooie inhoud. Hè? Dus precies. Een goed verhaal, het klopt. En dan zeg je eigenlijk van, dan is het mogelijk om deuren open te doen. Ja. Ook als het gaat om geld. En als we nu kijken, hè, want het is gefinancierd. De vroegdiagnostiek is uiteindelijk is er nu. Als je dan terugkijkt, hè, wat heb je dan van die geluksmomentjes en denk van, oh, daar ben ik wel het meest trots op. Ik heb best wel regelmatig, vooral als je onderzoek doet bij een kind en je krijgt terug te horen van ouders complimenten dat het goed hebben gedaan. Of je hebt zelf zoiets van, oh, wat gaaf dat het onderzoek zo mooi verlopen is. Dat zijn echt wel regelmatig terugkerende momenten waarvan ik denk van, oké, gaaf. Daarvoor ben ik vanmorgen mijn bed uitgekomen. Maar ik heb ook wel dat we hebben in onze wachtkamer een heel groot speeloog. En als ik daar langs loop, dan denk ik, en ik zie hoe het is een educatief speeloog. Mm-hmm. Met een trappetje en een glijbaan. Maar ook, je kunt zien hoe de kinderen kunnen inklimmen. Maar je kunt ook zien hoe ziet een oog eruit van de binnenkant. Dus ze spelen eigenlijk en ze leren er ook iets van. Ze spelen, het is En als ik daar langs loop, dan denk ik, oké, een aantal jaren geleden had ik een idee. En dat staat er dus nu lijfelijk. En daar hebben zoveel kinderen plezier van. Dan zijn ook wel geluksmomenten. Ja, nou mooi. En als ik het goed begrijp, als je 's ochtends binnenloopt, dan zie je dat speelhoog. Ja, oké. Nou, dat is een mooie start van de dag dan, denk ik. Ja. En voor jou, Joeke? Je vertelt ook vol passie en energie eigenlijk. Waar ben jij het meest trots op? Nou, wat mij het meest raakt, en dat is eigenlijk in dit gesprek al langsgekomen, is de verhalen van mensen zelf. Het verhaal van Els Miek.
die vertelt over ja, hoe haar wereld eruit zag toen ze erachter kwam dat Lars, haar zoontje, waarschijnlijk iets aan zijn ogen had. Hoe hun wereld op zijn kop stond en hoe het dan echt, hoe ze bij Bartiméus kwamen en daar eigenlijk het kwartje viel, alles op zijn plek viel. In ieder geval dat ze daar die uiteindelijk een ervaring hadden van, nou, hey, hier wordt ons weer perspectief geboden. En daarmee was het probleem niet opgelost, maar ze konden wel verder. Ja. En als je dat verhaal hoort, dan krijg ik nog steeds kippenvel van. En dat is waar je het natuurlijk voor doet. Uiteindelijk voor Lars, maar ook voor Elzebiek. Voor ouders, voor mensen daaromheen. Want dat, ja, we willen impact maken op mensenlevens. Ja. Ik denk het verschil. Je maakt echt het verschil. Precies. Dat is wat je zegt. En als je dat op een manier doet, zoals jij het net laat horen, op een stralende manier. Ja. Denk van ja, wat is er dan mooier, hè? Dat je het verschil maakt met zoveel energie en betrokkenheid. Daar word ik ook stil van, inderdaad. Ja. Hartstikke mooi. En ik denk dat het ook een hele mooie afsluiter is dat we met deze energie en deze passie doorgaan. Om uiteindelijk te zorgen dat mensen met een visuele beperking, de 300.000 mensen die er zijn, allemaal toegaan naar 100% leven. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan.